stuk duurzamer worden. En er moet meer rekening gehouden worden met de natuur, zegt Iris Bouwers, een van de invloedrijkste jonge boeren van Nederland. Ze is vicevoorzitter onder andere van de Europese Raad voor Jonge Boeren. En door Dagblad Trouw werd ze afgelopen jaar op plaats 26 gezet van de duurzame top 100. Iris, goedemorgen. Goedemorgen. Op plaats 26 van de duurzame top 100. Was het een verrassing? Had je dat verwacht? Nou, ik had begrepen dat ik genomineerd was inderdaad. Maar zo hoog had ik nooit verwacht. Nee. En maakt dat jou daarmee gelijk tot een van de duurzaamste boeren van Nederland? Nou, nee, denk ik niet per se. Wel inderdaad iemand die er veel mee bezig is, die er veel over nadenkt, die er ook veel over spreekt. Maar in feite zegt dat nog niks over de dagelijkse praktijk die wij thuis bezigen. Nee. Nee, maar dat is natuurlijk wel bijzonder. Want je zou denken, nou, duurzame top 100, dan moet je toch wel zeker een biologische boer of biologisch dynamische boer. Maar ja. dat zijn jullie niet, hè, met jullie bedrijf. Nee, klopt. We hebben een gemengd bedrijf met akkerbouw en vleesvarkens in Zuidwest-Drenthe. En dat is een gangbaar bedrijf. We doen een van onze teelten vrijwel zonder chemische gewasbescherming. Maar dus meer uit noodzaak dan uit idealisme. Omdat er weinig toelatingen zijn voor chemische gewasbescherming in dat gewas, valeriaan. Ja. Maar er zit wel ambitie. En er zit ook zeker een visie op duurzaamheid. En ik denk dat dat veel belangrijker nog is. Waar gaan we naartoe? Waar staat onze stip op de horizon? En hoe komen we daar ook? Ja. Nou, vertel maar, wat is jouw visie op duurzame landbouw en veeteelt? Ja, nou, we hebben eigenlijk heel erg gezien in de afgelopen jaren, sinds 1961, 62, toen ook het eerste gemeenschappelijk landbouwbeleid, het Europese beleid voor de landbouw, opkwam, dat heel erg gestoeld was op meer produceren. Moest meer geproduceerd worden, dat was ook de ambitie. Moest betaalbaar zijn, er moest gepresteerd worden. Ja. Dus er werd ingezet op efficiëntie en dat gebeurde ook. We zijn ontzettend succesvol gebleken in dat landbouwbeleid. We hebben heel sterk kunnen groeien, er is schaalvergroting opgetreden. Maar dat heeft ook zijn weerslag, bijvoorbeeld op natuur en milieu. En dat zien we nu steeds sterker terug. Er is nogal een maatschappelijke druk van organisaties, van mensen in het buitengebied, maar ook uit de stad, die zeggen, kan het niet anders? Moet dat niet anders? En ik denk dat we daar als jonge boeren gevoeliger voor zijn dan de mensen die nu allemaal aan het roer staan. Ja. Met name omdat ze over 30 jaar ook nog boer willen zijn. En hoe komt het dan dat wel tot jullie is gekomen, zeg maar, die berichten? Want wij in vroeger vals hebben wij het natuurlijk ook vaak over de weidevogels. Die kunnen geen insecten meer vinden, want er staan geen bloemen in de et cetera. Die verhalen de druk op het boerenland. En je zegt, ja, wij jonge boeren, ja, jullie hebben het daarover met elkaar. Ja, absoluut. We ervaren die druk. Ik denk dat sociale media daar bijvoorbeeld ook een rol in spelen. Mensen zijn kritisch. Mensen uiten zich ook over wat zij zien in hun leefomgeving. En dat mag, denk ik ook. Nederland is van ons allemaal. Maar is dat dan alleen de druk die je ziet, sociale media, het nieuws, wat dan ook, dat je denkt we moeten veranderen? Of zie je het ook om je heen in het veld, zeg maar, in het land, dat er iets aan de hand is? Ja, nou ja, ik ben zelf 25. Wat dat betreft kan ik natuurlijk niet, heb ik geen vergelijkingsmateriaal van 50 jaar geleden. Maar op het bedrijf werk ik samen met mijn beide ouders. Mijn grootouders wonen ook nog op het bedrijf. En in de transitie die ook ons bedrijf heeft meegemaakt, zie je wel heel duidelijk dat de verhouding tot natuur wel heel erg veranderd is. Waar we vroeger veel gemengder nog opereerden als bedrijf, hebben wij ons ook toegelegd op die efficiëntie en op die schaalvergroting. En betekent dat ook dat je bijvoorbeeld minder insecten, minder weidevogels ziet. Ja. Hoe zou dat veranderd moeten worden? Ja, nou, we zien het systeem waar we nu in zitten, dat eigenlijk nog steeds aanstuurt op schaalvergroting, op productieverhoging. Ja. Maar we zien ook dat in het beleid van de afgelopen jaren er al best wel een impuls is geweest die boeren ook heeft gemotiveerd om te gaan vergroenen. Nou, het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid dat waarschijnlijk 2021, 2022 ingaat, gaat er eigenlijk nog meer mee aan de slag om boeren ook handvatten te geven om hun bedrijf en hun teelten ook meer te vergroenen. Kun je, want die term valt nu twee keer, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat is een Europees beleid. Kun je heel kort uitleggen, wat is dat? Ja, is destijds tot stand gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het motto, nooit meer oorlog, nooit meer honger. Destijds is er natuurlijk honger geweest in Nederland. En toen heeft commissaris
commissaris Mansholt gezegd, een Nederlands eurocommissaris, dat mag nooit meer gebeuren. Dat gaan we nu op Europese schaal gaan we dat aanvliegen, ja. Gaan we dat oplossen, zodat er nooit meer honger komt. Ja. Dat heeft een wettelijk kader geschapen, wat eigenlijk door de jaren heen heel sterk is veranderd, maar wel altijd dezelfde doelstellingen als toen uit de jaren 70 heeft gehouden. Dus dat gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat bepaalt eigenlijk, of dat stuurt hoe Europese boeren moeten boeren. Wat de doelen zijn en wat de grenzen zijn waarbinnen ze mogen opereren. Ja, dat geeft de grote wettelijke kaders aan. Daar horen ook bepaalde subsidiestromen bij, die natuurlijk bepaalde keuzes stimuleren. Ja. En Nederland geeft daar op haar manier een invulling aan. En veel subsidie ging decennia lang naar opbrengst, efficiëntie. Ja, en op dit moment gaat dat naar grondeigenaren. Degene die de eigenaar is van de grond, die krijgt geld. En ja, dat is ook wel iets wat ons als jonge boeren soms wel steekt. Want is dat nou een eerlijk systeem? Moet je beloond worden voor het feit dat je grond hebt? Dus je krijgt gewoon betaald naar hectare? Ja, op dit moment wel. Ja. En niet naar hoe je bijvoorbeeld rekening houdt met de natuur? Nee. Nou, we hebben een directe betaling, een hectarepremie en daarnaast een vergroeningspremie. Dus er wordt wel redelijk, wordt wel degelijk opgestuurd op dit moment al. Maar wat ons betreft moet dat wel anders. Want we kunnen veel beter prestaties die daadwerkelijk geleverd worden gaan belonen. En niet het feit dat je eigenaar bent van grond. Want dat betekent ook dat bijvoorbeeld elders in Europa heel veel geld wordt toegekend aan grootgrondbezitters die eigenlijk helemaal geen toegevoegde waarde hebben naast misschien voedselproductie, maar heel weinig leveren echt voor de maatschappij. Nou, hebben we natuurlijk de afgelopen jaren, decennia veel gehoord van, ja, nou niet specifiek jouw ouders, maar de generatie van jouw ouders en jouw grootouders. Ja, er moet een boterham verdiend worden. We moeten ook kunnen leven als boer. We moeten produceren voor de markt. Het ging vaak om geld. En dus gaat, ook gewoon gaat om het nog steeds? Gaat nog steeds. Gaat ook om inkomen van jullie boeren. Ja. Zie jij het voor je dat jullie meer rekening kunnen houden met natuur? Waardoor je soms ook een wat lagere opbrengst hebt. En toch dat het interessant blijft voor jullie boeren om dat bedrijf te runnen. Dat is natuurlijk vaak een spanningsveld. Hè? Daar moet wel wat voor gebeuren. Ik denk dat als we kijken naar de duurzaamheidsdriehoek, dan hebben we het niet alleen maar over ecologie, dan hebben we het niet alleen maar over de sociale component, dan hebben we het ook over economische duurzaamheid. En dat is iets wat in een discussie rond een groener landbouwbeleid soms best wel wordt vergeten. En dat vind ik heel lastig, want op het moment dat we inderdaad last hebben van opbrengstderving, omdat we groene maatregelen gaan toepassen, voelen wij dat direct in de portemonnee. En dat zorgt niet voor een toekomstbestendig bedrijfsvoering. Ja. Dus vandaar dat jullie zeggen, ja, die subsidiestromen zouden meer toe moeten naar mensen die rekening houden met die natuur. Ja, en laten we daarbij er ook voor zorgen dat iedereen, want we hebben een grote diversiteit aan bedrijven in Nederland, dat iedereen ook op zijn eigen manier daar een bijdrage aan kan leveren. Dat het niet alleen maar gecompliceerde regels zijn die voor iedereen hetzelfde zijn, maar dat het ook iets is wat past bij een gebied of wat past bij een ondernemer, zodat het ook goed toepasbaar is op het individuele bedrijf. Even een heel concreet dingetje. Dat zien we. We krijgen nu foto's, soms wel vanuit heel Europa, nu op dit moment de glyfosaatvelden. Ja. Dat zijn oranje velden, die worden doodgespoten met glyfosaat om de boel te... Kun je heel kort uitleggen wat daar gebeurt? Ja. Glyfosaat is eigenlijk is het meest gebruikte gewasbeschermingsmiddel dat we kennen. En het is ontzettend effectief. We gebruiken het om grasland te vernieuwen, om een vanggewas te vernietigen of een groenbemester te vernietigen. En, heel even, groenbemesters die staan in de winter op het land, hè? Ja. Ja, en wat doen die? Nou, die zijn heel nuttig. Die voorkomen erosie of uitspoeling van stikstof. Dragen bij aan de organische stofvoorziening van de bodem. Maar dienen ook voor dieren om in te kunnen schuilen, om zich in te kunnen ophouden. En is wat ons betreft dus ook heel positief. Die nemen stikstof op, voedingsstoffen. En in het voorjaar moeten die eigenlijk in de grond worden gewerkt. Ja. Hè? Als bouwstoffen. Ja, klopt. Maar... Er worden ze eerst doodgespoten. Ja, klopt. Met glyfosaat. Met glyfosaat, ja, in de meeste gevallen. En daarin zien we eigenlijk dat boeren heel goed zien dat glyfosaat een middel is wat leeft. Want mensen vinden daar wat van, want het is heel erg zichtbaar. Ja. Maar dat het zichtbaar is of dat het veel besproken is, betekent natuurlijk niet dat het schadelijk is. Wat wij daarvan vinden is dat in ieder geval toepassing van glyfosaat voor de oogst, wat in het verleden ook veel is gebeurd, wat ook elders in Europa nog veel gebeurt,
Dat vinden we onnodig. We vinden ook dat het niet meer moet. Want we willen ook kunnen uitleggen aan de maatschappij waarom we zo'n middel gebruiken. Hm. Nou, als we kijken naar de toepassing van glyfosaat nu. En inderdaad, ik zie de velden ook om me heen. En dat vind ik geen mooi gezicht. Ook omdat ik weet dat er veel zorgen over zijn. Dan zijn er eigenlijk een aantal aanwijsbare redenen voor. En één daarvan is dat de groenbemesters zich in het afgelopen jaar heel goed hebben kunnen ontwikkelen. Want die hebben goede groeiomstandigheden gehad. Dus je staat een heel massaal gewas. Dus dat straalt ook nog geler uit dan normaal. Maar wat ook niet helpt, is dat velden zijn doodgespoten en dat er daarna een natte periode volgde, waardoor de gewassen ook niet snel ondergewerkt konden worden. Oh ja. Dus de omstandigheden zaten wat tegen. Precies. En daarom zie je zo lang die oranje veld. Dus nou jij zegt niet specifiek van we moeten er helemaal vanaf, maar we moeten het terugdringen. Net voor de oogst sowieso eigenlijk niet meer doen. Nee. En dat zegt ook boerenorganisatie LTO. Dat moeten we niet meer willen. Dat zeggen we ook op Europees niveau. Maar als ik kijk naar glyfosaat als middel, is het eigenlijk uniek in zeer lage milieudruk. En andere gewasbeschermingsmiddelen die ook meer en meer verboden worden, die zijn veel slechter. Er zijn natuurlijk boeren die zeggen, en die dat ook doen, die helemaal zonder doen. Hè? Ik zag van de week ook weer berichten die zeggen, het kan ook zonder. Je kan het erin ploegen en sowieso biologisch en biologisch dynamisch. Zie je daar wat in? Ja, absoluut. En ik denk dat we dat het heel goed is dat boeren daar ook over nadenken. En dat we daar ook met z'n allen de schouders onder zetten. Want de toelating die verloopt op den duur weer. En het zou dus ook zomaar kunnen dat het op den duur wel verboden wordt. En dan moeten we alternatieven hebben. Ja. Dus we zijn ook als bedrijf zelf op zoek naar hoe kunnen we nou zonder glyfosaat een succesvolle teelt wel garanderen. Dan zien we een aantal beren op de weg. En ook zeker een aantal kansen. En dan kijken we inderdaad naar mechanische onkruidbestrijding. En dat kan als de bodem daarvoor geschikt is, als het weer daarvoor goed is. Ja. Maar kent nadelen, want het is ook duurder. Je moet vaker over de bodem heen rijden. Er treedt verdichting op. Dus eigenlijk zitten er aan beide kanten wel voor- en nadelen. Ja. Ja. Even iets anders nog. De decennia lang hebben we natuurlijk vaak boeren en natuurorganisaties tegenover elkaar gestaan. Hè? Enorme polarisatie, ruzie maken, gedonder. En dat leverde niet altijd heel erg veel op, ook niet voor de natuur. Jullie willen dat anders gaan doen? Je voelt een andere wind waaien? Ja, nou, en ik denk dat het ook wel een beetje komt door onze achterban. Het zijn dus jonge boeren in Nederland bij NIEK tussen de 16 en 35. En dat zijn jonge boeren die vaker de kans hebben gehad om bijvoorbeeld te gaan studeren, om naar het buitenland te gaan, om zich te verdiepen in nieuwe technieken. En die groeien ook op in een tijd dat bijvoorbeeld klimaat hoog op de agenda staat. Veel zorgen over natuur, over milieu, ook worden gedeeld op sociale media. Ja. Dus die nemen die signalen ook heel erg tot hen. En die zijn dus ook in staat om daar beter over na te gaan denken. En als je dan kijkt naar die jonge boeren, dat zijn de mensen die over 30 jaar in Nederland nog willen kunnen ondernemen. Dat zijn ook de mensen die de investeringen nog kunnen doen om te kijken naar nieuwe verdienmodellen, naar nieuwe technieken. En dus ook de mensen die gemotiveerd zijn om dat te doen. En dat zorgt wel voor een ander perspectief. Ja, waardoor we uiteindelijk toe gaan naar een natuurinclusievere landbouw. Hè? Dat hoop ik wel. Dat er uiteindelijk meer natuur en natuurwaarde ook te vinden zijn in de boerengebieden. En nou ja, als ik kijk naar wat ik bijvoorbeeld op school al heb geleerd over bodem, over insecten, over andere dieren, daar weten we nog maar zo weinig van. En dat kunnen we zoveel beter benutten. Ja, nou, we weten in ieder geval dat er heel veel verdwenen zijn. Hè? We weten nu dat insecten er heel veel verdwenen zijn. Alles, we weten ook dat er nieuw onderzoek nodig is en meer onderzoek nodig is om te kijken hoe kunnen we als agrarische sector ook die natuurwaarden beter benutten. Ja. Maar daar is nog wel wat voor nodig. Ja. Iris, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Zowel hier in Nederland als in Europa, of bij jullie eigen bedrijf. U hoorde Iris Brouwers, vicevoorzitter van de Europese Raad voor Jonge Boeren. Dank je wel. Wij gaan afronden. We gaan eerst even